Stanno con il libro di te perché ti dà la cosa non vedere. Siamo la rossa con un bel senso a noi. Een zeehondenkolonie. Voorzien. Questo è solo un poco, allora una chiudetta. Hai il volo in aereo, non sai più. Zit daar zitten er twee. En de baantjes zijn achter zijn in de pan. We zien hier wel een staart, dus we zullen aan deze kant zitten. Dat is een dokker, dat er al in het water is. Nu is er al staan. Kijk, er komt er een uit. Zit het nu omhoog? Ja, we zien het hè. Achter de steen. Thank you.
Dit is de tourist uit Red Sport. Dat is op de camping van vanavond. Een heel vrij schraal stroom. Toch veel boomtoppen. Ja, we gaan kijken waarom het water is. Zijn in de kolonie. We gaan hier met een echte hangbrug over een riviertje heen. En hopelijk niet terug in dat ding. Langs de loopbrug van Nieuw-Zeeland over de River George. En het wiebelt hier nog een beetje. Er komen mensen aan. De overkant. Er wordt nog een kabelbaantje getrokken. Daar is de weg. Oh. En hier aan de andere kant van de. Zo, even lekker naar de overkant lopen. Op deze gigantische wiebelbrug. Prachtig. Lekker heen en weer wiebelen. Ik heb nog maar iets aangehobbeld. Wat een ervaring, hè, Hans? Hier is dus de loopbrug. In de file. Op de loopbrug terug. Hier zijn we dus geweest, de wandeling gemaakt, de brug over. We staan hier op een uitkijkpunt. Hoe ben je dat hier nog komen staan? Nu kunnen we nog een stukje van de zuidelijke Alpen zien. Thank you.
Nee, we staan niet op Mountbell. We staan op Hope Saddle. Dat is 2085 feet, 600 zoveel meter. Ja, ik heb nu een beeld op is Mountbell. Is dat kaartje van Filmans? Princeton. Picnic area en dan komen we Mount Arthur in beeld. Ik hoop dat het een beetje lukt. Dat is midden in het Tasmanpark. We zijn al weg naar Motorola. We gaan vannacht stoppen en wellicht morgen een huisje doen in het Tasmanpark. Dit zijn de Marlboro Sounds. Helemaal in het noorden van het zuidelijk eiland. Op een soort fjordenland. Het is vandaag zaterdag. Ik heb er gisteren niet gefilmd, want we hebben gisteren gekajakt op de zee in het Abel Tasman Petrol Park. Niet zo leuk, maar heel erg ontspannend. Ja, die bootjes kunnen we niet zien. Varen twee bootjes. Daar was een lookout. Maar zoals je ziet hangt hij helemaal in de wolken. Daar zijn we niet op gelopen. Het is nu in ieder geval droog. Gisteren was het met kajakken natuurlijk lekker regenachtig en koud en winderig. Maar desondanks was het heel leuk. En een afgelegen bootje. Hier ligt Picton, een hele stad voor dit gebied. Het is nog steeds helemaal bewolkt. Het ziet er niet zo gezellig uit. Het ligt schitterend groen. We zijn nu in Picton. Het is rond 12:30. Van 1:30 gaan wij vertrekken met deze boot. En varen we. Nou, daar moet ik om. We gaan om 2:30 weg. Zullen we rond 4:30
aankomen. We staan nog even te wachten op de ferry. Ferry cross. De busje, maar al iets anders. En in deze rij staan. En het is heel vreselijk kloot weer, het is hartstikke koud. Ik heb zelfs twee t-shirts aan. Maar goed, we gaan de boot op.